Welkom bij onze presentatie van ons ondersteuningsaanbod van de Lage Waard. Wij willen u graag vertellen wat ons werk inhoudt als ondersteuningsteam. Wij zijn Pauline Vermeulen, de intern begeleider. En ik ben Ellen Kunt, ik ben ook intern begeleider en ook specialist hoogbegaafdheid. Zo maken we deel uit van het ondersteuningsteam. Welkom, leuk dat u er bent. Voor jullie zijn er ook veel veranderingen wanneer jullie kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat. Het kind krijgt een heleboel met dingen te maken. Wennen aan nieuwe omgeving, huiswerk, het leren, nieuwe klas, nieuwe vriendjes. En voor ouders, de betrokkenheid wordt minder. De ene leerling kijkt er naar uit. En de andere leerling heeft meer moeite mee met de overstap. Het zorgteam waar wij deel van uitmaken ondersteunt leerlingen met onder andere een diagnose. U ziet hier enkele. Het zijn er niet allemaal. En we hebben ook leerlingen met alleen een psychiatrische problematiek. Die meestal ook externe begeleiding krijgen. Maar we hebben ook van deze diagnoses leerlingen die ook externe begeleiding krijgen. Daar houden wij ook contact mee. We kunnen dat niet alleen. Om het onderwijs te versterken voor de leerling is de driehoek heel erg belangrijk. De school, de ouders met de leerling. Daar willen wij ons steeds weer aan terugkijken. Dat die driehoek wel heel belangrijk is. Wanneer wordt de ondersteuning ingezet? Het kan zijn dat uw kind al op de lagere school ondersteuning krijgt. Dan gaat die automatisch over bij de zorg bij ons. Het kan ook zijn dat uw kind later de zorg nodig heeft. Dan krijgt hij waarschijnlijk de bovenschoolse ondersteuning als ze bij ons komen. Maar sowieso krijgt ze de ondersteuning, de basisondersteuning, basisplus ondersteuning. En we zullen hier verder meer over vertellen. Ja, Pauline heeft net gezegd over de vormen van ondersteuning. En ik ga ze even verder uitleggen. Basisondersteuning, die is er dus voor elke leerling. Het maakt niet uit of er een probleem zijn of niet. Altijd wordt uw kind gemonitord. En belangrijk is dan om te weten dat de mentor het spil is in het web. Nou, wat zijn er nog meer dingen die bij de basisondersteuning horen? Nou, u ziet hier een rijtje staan. Ik zal ze kort even toelichten. Eigen koersprojecten, dat is een heel belangrijk onderdeel van het onderwijs op de Lage Waard. Waarschijnlijk heeft u in een van de andere presentaties of filmpjes daar al meer over gehoord. Iedere leerling kan daaraan deelnemen. En het is verdeeld in 4 uren per week ongeveer, tenminste. Hè. Sommige leerlingen hebben meer steunlessen nodig. En die kunnen kiezen voor wat meer uren ondersteuning binnen eigen koers. Nou, waar bestaan die eigen koersprojecten dan uit? Aan de ene kant hebben we vakgerelateerde projecten. Op donderdagmiddag volgen ze ook nog talentprojecten. En de leerling kan daar zelf voor kiezen. Wij vinden het belangrijk dat de leerling zelf keuzes leert maken. En ook leert om te kijken, zeg maar, van nou, wat vind ik leuk? Hè, zodat school ook iets wordt waar ze met plezier naartoe gaan. En we merken aan de leerling dat die ontzettend blij worden van eigen koersprojecten omdat ze iets doen wat niet alle leerlingen doen en waar ze echt kunnen kiezen van wauw, dat vind ik leuk, daar ga ik deze 6 weken mee aan de slag. Nou, verder hebben we binnen de basisondersteuning het peer support. Peer support moet je eigenlijk zien als een ondersteuning van hogerejaars leerlingen die kinderen kunnen helpen met een vak waar ze goed in zijn en waar de leerlingen zelf op vastlopen. He, dan kan je een bepaalde stripkaart kopen bij de administratie en kan je een aantal van die ondersteuningsuurtjes inkopen. Nou, als u daar meer over wil weten in de loop van volgend jaar als uw leerling hier, als uw kind hier op school komt, kunt u dat allemaal nalezen op de website. In dit rijtje staat ook de klimaatschaal en de SIGA. Dit zijn 2 vragenlijsten die zo rond de herfstvakantie worden afgenomen in de brugklas. Die 2 vragenlijsten die vertellen iets over
hoe het kind in de klas waar hij zit het naar zijn zin heeft. Dus ook, het zegt ook iets over het klasseklimaat. Hè? Dat in de relaties tussen de kinderen in de klas erg belangrijk. En nou ja, dat helpt dan om te zien van, hey, zit je op zijn plek of ervaart je problemen met andere kinderen? En de SIGA zegt meer over het welbevinden van een kind. En vindt het belangrijk dat het kind goed in zijn vel zit. En op het moment dat we signaleren dat ze bepaalde dingen lastig vindt of bijvoorbeeld moeite heeft met bepaalde toetsen en stress ervaart op school, dan kunnen wij dat ook zien uit de SIGA. Die kunnen we ook herhaaldelijk inzetten op het moment als we merken dat er iets met uw kind aan de hand is. En tenslotte ziet u op deze sheet nog het antipestprotocol. We hopen allemaal dat uw kind niet te maken krijgt met pesten. Maar op het moment dat u merkt, hey, er gaat iets niet goed. Mijn kind wordt buitengesloten of mijn kind wordt gepest. Dan treedt het protocol in werking en op de website kan u verder zien zeg maar, hoe dat dan in elkaar zit. Belangrijk is wel om te zeggen, zoek altijd even contact met ons. Geef het aan bij de leraarcoördinator of de mentor. Dan gaan we sowieso daarmee aan de slag. Want het is belangrijk dat uw kind het fijn heeft bij ons op school. Oké, zo'n woord is toch nog best lastig. Ik wil ook iets vertellen over de Basis Plus ondersteuning. De Basis Plus ondersteuning is dus niet voor alle leerlingen, maar geldt voor een enkele leerling. Op het moment dat het hiermee te maken heeft. Te denken valt dan inderdaad aan dyslexie, faalangst. Hè? Daar zijn allerlei mogelijkheden voor op school om daar ondersteuning in te krijgen. De meeste van deze dingen, zoals faalangst, reductietraining en SOFA-training, die zijn mogelijk om te kiezen binnen eigen koersprojecten. En wanneer u merkt van dat is onvoldoende, slaat onvoldoende aan of het geeft onvoldoende hulp voor mijn kind op die twee gebieden, dan is het belangrijk zeg maar, om het aan te geven. Dan kunnen we altijd kijken naar iets extra's. Dyslexie staat hier ook bij. Nou, er zijn kinderen die al op de basisschool weten dat er sprake is van dyslexie. Die komen hier binnen met dit label. En we hebben op school een dyslexiecoach die daarin ondersteuning biedt. Aan het eind van de presentatie kunt u daarvoor een filmpje zien. Die kunt u ook vinden op de website. En straks zullen we ook de link presenteren, zeg maar, zodat u erop kan klikken. Dan ziet u ook de dyslexiecoach zelf en zij kan dan ook wat meer uitleggen over het beleid van, rondom dyslexie. Niet een hoop geld zijn. Ja, dit geldt ook voor de begeleiding van de hoogbegaafdheid. Ik ben daarvoor verantwoordelijk hier op school. Ik heb ook een presentatie opgenomen en leg erop het een en ander uit. En ook dat komt op de website te staan. En kunt u later nog bekijken. Het is belangrijk dat u weet van u mag wel aan het eind van deze presentatie daar vragen over stellen. Maar er wordt ook nog het een en ander verteld. Alleen niet hier in deze presentatie. Verder hebben we ook schoolmaatschappelijk werk. Dat valt ook onder basisbeursondersteuning. En dat is eigenlijk voor kinderen die een luisterend oor nodig hebben. Omdat het niet goed met hen gaat thuis. Of misschien hebben ze problemen op school. Dat is schoolmaatschappelijk werk kan daar een rol in spelen. Tenslotte hebben we ook nog de bovenschoolse ondersteuning. Dat zijn leerlingen waarbij de basisondersteuning en de basisplusondersteuning niet voldoende blijkt te zijn. En als er dan meer en intensievere en structurele hulp nodig is voor een kind, dan komt eigenlijk het ondersteuningsteam om de hoek kijken, waar wij ook deel van uitmaken. Dan wordt er een plan gemaakt om een kind structureel langer te ondersteunen, gedurende een langere periode dus. En belangrijk om te weten is dat er dan dat het samenwerkingsverband daar ook een rol in speelt. Vanuit het samenwerkingsverband wordt de arrangementen voor uw kind dan gefinancierd. Dan zal ook een begeleider passend onderwijs, de BPO'er, mee gaan denken over wat heeft uw kind nodig. En kunnen we met elkaar een goed plan maken en dat op een goede manier uitvoeren met elkaar. Dus om te zorgen dat uw kind hier op school een fijne plek heeft en toch tot leren kan komen. Daar staan we met z'n allen voor. Centraal staat, wat heeft de leerling nodig? We kijken naar de leerling in de klas. Wat heeft het buiten?
de klas nodig, in de thuissituatie ouders en dan eventueel de extra ondersteuning. De kernaspecten van de begeleiding is eigenlijk de doelgerichte aanpak. We willen werken naar een doel. Wat is het probleem? Dan gaan we werken naar het doel. En vooral ook die korte lijntjes met ouders, die vinden we heel erg belangrijk. We nemen regelmatig contact of u kan ons altijd bellen. Wij moeten het ook met u doen. Wij kunnen het niet alleen. School doet het best, maar thuis hebben we ook heel hard nodig. Dus die afstemming met elkaar is heel erg nodig. Als blijkt dat ondersteuning toch niet voldoende blijkt te zijn, dan gaan we met u in gesprek en dan gaan we kijken naar extra ondersteuning. En dan verwijzen we u door. De belangrijke taken. Nou, wat Ellen net ook heeft gezegd, is dat we werken met een OPP. Een doel, welke middelen gaan we daarvoor inzetten? En dat staat allemaal op papier en daar vandaan gaan we aan de slag. Daarmee monitoren we ook het leerproces. Vooral het leerproces van de korte en de lange termijn periode. Van wat heb je nu nodig en wat heb je later nodig. We bieden ook een veilige plek voor de leerling die misschien met heel veel prikkels te maken heeft. Veel zorgen. Dan komen ze even bij ons tot rust. In dat half uurtje, uurtje per week die ze krijgen waar ze hun verhaal kunnen doen. We houden wel samen met de leerling het doel voor ogen. Relatie is ook heel erg belangrijk. Stimuleren van het eigen inzicht en persoonlijke reflectie. Wij leren de kinderen dingen aan. Wij leren ze ook te reflecteren naar hun eigen leerproces. En als ze dat goed onder de knie hebben, dan kunnen we ze loslaten. En dan kunnen ze verder de schoolloopbaan vervolgen zonder hulp van ons. Omdat ze dit dan ook goed hebben geleerd met de doelen waar we mee bezig zijn geweest. Wat doen we nou in die individuele gesprekjes? Taakgericht. De taak en de opdrachten om te oefenen in de les en thuis. Dus we gebruiken ook spel. We laten ze dingen opschrijven, opdrachten maken. Om te oefenen, om daarmee thuis aan de slag te gaan of in de lessen. De vragenlijst afnemen als meetinstrument gebruiken we ook wel als we denken dat het nodig is om meer inzicht te krijgen in de leerling. En nogmaals, weer de afstemming mentor, docenten, leercoördinator en ouders. Dus school, ouders. En het gaat om het kind. Ja, waar gaat het dan mis, hè? Soms komen leerlingen hier, ze komen van het basisonderwijs, waar eigenlijk alles misschien best wel heel makkelijk ging en ze makkelijk leerden. Of misschien waren er wel zorgen op een bepaald gebied. Maar was er genoeg ondersteuning en tijd van de leerkracht om uw kind te helpen? Nou, op de middelbare school is het anders. He, dan wordt de hoeveelheid huiswerk meer, dat zei Pauline al in het begin. Waar het dan vaak misgaat en wat wij zien in ons werk als intern begeleider, is dat er vaak op gebied van de executieve functies het een en ander misgaat. Executief functioneren moet je zien als het vermogen om doelgericht te komen tot een actie. He, en daarmee iets te kunnen opleveren. He, bijvoorbeeld zodat je een toets goed kan maken of aan de andere kant om een opdracht goed te doen. Nou, waar gaat het dan mis? Bijvoorbeeld in het plannen en organiseren van een werk. Of het gaat mis in het geconcentreerd werken. Daarin kunnen ze best problemen ondervinden. En daarom hebben we even een filmpje opgezocht die iets meer vertelt over die executieve functies. En heel vaak zien we dat het daar inderdaad nodig is om op in te steken in de ondersteuning. Wijs in 60 seconden. De executieve functies. De executieve functies is een containerbegrip voor de mentale processen die een belangrijke rol hebben bij het denken en het gedrag. Ze omvatten een aantal functies met een neurologische basis die samenwerken bij het leiden en coördineren van onze inspanningen om een doel te bereiken. Denk hierbij aan plannen,
organisatie, flexibiliteit en het volhouden van aandacht. Deze functies zijn belangrijk omdat ze helpen leerlingen hun doel te bereiken. Uit onderzoek blijkt ook dat ze een belangrijke voorspeller van het schoolsucces zijn. Leerlingen met bijvoorbeeld een taalontwikkelingsstoornis hebben minder sterk ontwikkelde executieve functies. Het kan goed zijn om leerlingen te helpen om deze te ontwikkelen, bijvoorbeeld door ze te leren plannen. Ook is het belangrijk dat leerlingen daarbij faalvaardig zijn. Fouten maken mag. Tot slot is het goed om een lokaal dusdanig in te richten dat leerlingen ook bijvoorbeeld rustig kunnen werken. Nou, zo hebben we in 60 seconden eigenlijk verteld van een van de belangrijkste dingen die wij doen in onze wijk en waar we de leerling bij helpen. Nou, een goed gesprek is helaas niet mogelijk op deze manier, maar we kunnen zeker wel vragen beantwoorden. Stel ze gerust, ook kunt u vragen stellen over hoogbegaafdheid of over dyslexie. We proberen ze zo goed mogelijk op dit moment te behandelen. Op het moment dat u nog meer vragen heeft en kan er niet helemaal uit omdat u misschien tijd tekort heeft, stelt u uw vragen wel, we kunnen ze altijd op een later moment nog even beantwoorden. Bijvoorbeeld aan het eind van deze presentatie en als de vragen klaar zijn. We hebben heel veel vragen gekregen, dus we weten niet of ze allemaal kunnen behandelen. Maar we doen ons best. Op het moment dat we na de vraag, als u nog vragen overhoudt, kunt u ons na afloop altijd mailen. Hier ziet u onze mailadressen. En maak gerust een afspraak op het moment dat u meer wilt weten. Of bel ons even op. Er is een vraag over hoe wordt een leerling begeleid hier op school met hoogbegaafdheid? Ja, dat is een goede vraag. Stelt u ook aan een goede persoon. Sowieso hebben we voor hoogbegaafde leerlingen, dat valt onder de basis plus ondersteuning, is er de mogelijkheid om 5 gesprekken te krijgen op het moment dat we merken van hey, een leerling loopt vast op een bepaald gebied. Hè, of ze zijn erg sensitief, of ze hebben moeite met leren. Aan de andere kant, ze hebben hun eigen creativiteit en hun eigen motivatie voor school. Hè. We zien vaak dat bij hoogbegaafde leerlingen ook echt die motivatie wel een probleem kan zijn. Op dat moment gaan we in gesprek. Meestal komt de leerling via de mentor binnen. Of aan het begin van het schooljaar heb ik een lijstje met leerlingen die hoogbegaafd zijn. Dan maak ik altijd in het begin een kennismakingsgesprek. Om eens te kijken van hey, hoe gaat het nou op school? Heb je je plek gevonden? We hebben binnen uitgekozen een aantal projecten die we daarvoor kunnen gebruiken qua ondersteuning. Maar we hebben ook voor volgend schooljaar komt er binnen eigen koers een training, een project voor slimme denkers bijvoorbeeld. Hè. Op het moment dat we merken dat er verschillende problemen zijn, gaan we altijd met u als ouder in gesprek, maar zeker ook met uw kind, want we vinden autonomie van het kind heel erg belangrijk, zodat dat uw kind ook echt de regie houdt, zeg maar. En dan gaan we kijken van, nou, wat heeft uw kind nou precies nodig? Welke onderwijs en welke ondersteuningsbehoefte heeft uw kind? Hè, dus we zijn er vooral op in. Kijk, we bieden nog niet het volledige pakket wat je zou moeten hebben. We zijn in ontwikkeling. Vorig jaar hebben we een beleidsstuk gemaakt. En op grond daarvan zijn we allemaal dingen aan het implementeren. Maar we kunnen gewoon nog niet alles. Wij zijn nog niet op een heel hoog niveau, zeg maar. Maar we doen ons best. En daarom is het vooral nu het komende jaar nog maatwerk. Ik hoop dat ik zo een beetje uw vraag beantwoord heb. Heb ik de vraag goed beantwoord? Hebben ze daar nog? Ja, en anders kunnen ze zo naar die link. Ja, straks komt er dus nog een linkje beschikbaar waarop ik meer vertel over gaat zijn. Ik lees net een vraag over een ouder die vraagt van als een leerling in de brugklas MAVO-HAVO zit, die doorstroomt naar de HAVO. Hoe wordt die leerling dan begeleid? Het is een andere school en het is ook wel een andere vorm van leren. Regelmatig komen er leerlingen van de MAVO naar de HAVO en het is anders. Maar zij worden door de mentor ook goed in de gaten gehouden. Er zijn gesprekjes, ze kijken naar de leerontwikkeling. Als we zien dat ze moeite hebben met die overgang, dan hebben ze daar gesprekken over. Maar we zien meestal wel dat dat gaat. Maar als er zorgen zijn, is het weer heel belangrijk dat u ons weet te vinden. Dat u de mentor kan u contacten.
Ja, en dat is eigenlijk het belangrijkste daarin. Wees vrij om uw vraag te stellen. Een van jullie vragen stelt ook de vraag, hoe worden de executieve functies versterkt? Hoeveel uur? Binnen de eigen koersprojecten kun je twee keer in het jaar kiezen voor de training executieve functies. Dan kunnen we daar specifiek aan werken. Dit jaar hebben we dat nog niet gedaan, komt het wat later in dit schooljaar. Maar er is de mogelijkheid om ook te kiezen voor steunlessen plannen of studievaardigheden. En op het moment dat u merkt van, mijn kind heeft moeite met deze executieve functies, dan kan dat ook in die steunlessen planvaardigheden of studievaardigheden terugkomen. Aan de andere kant, als we merken dat het echt heel lastig is, dan is het zaak om dit ook met de mentor te bespreken. En ook in de mentorlessen krijgen de leerlingen studievaardigheden mee en kan de mentor ook ervoor kiezen om het te hebben over deze vaardigheden en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Als we merken dat ze echt vastlopen, is het goed om gesprek aan te vragen met het ondersteuningsteam. En dan zullen we kijken wat wij individueel voor uw kind kunnen bieden. We behandelen nu de laatste vraag, omdat we aan onze tijd zitten. U kan vragen blijven stellen. We kunnen ze niet meer allemaal beantwoorden. We hebben zo meteen pauze en dan kunnen we nog even wat proberen. Als uw vraag niet is beantwoord en u wil hem wel beantwoord zien, dan kan u ons altijd mailen. Onder andere was de vraag over dyslexie. Welke hulpmiddelen gebruiken jullie? Wat we al aangaven is dat er een link komt in de website over dyslexie. Ik heb een vragenrondje bij de dyslexiecoach gehad. En zij heeft een aantal vragen beantwoord. Onder andere over de hulpmiddelen. En één vraag onder andere kan ik al wel beantwoorden. Als een kind spraak... hoe heet dat nou? Die... Spraakproblemen. Nee, die spraak... lees, voorlees... hoe heet dat nou? Leesvaardigheid? Nee, de... er zijn hulpmiddelen, de boeken, die worden ook gesproken met het programma en die zijn bij ons ook beschikbaar. Sorry dat ik er niet uitkwam. We willen het hier nu bij afsluiten. Nogmaals bedankt dat u naar ons wilde luisteren. Ik heb hier nog even een leuk plaatje. Weet u niet of u gaat kiezen voor de lage waard? Wij hopen natuurlijk wel dat we uw kind volgend jaar zien. Ik hoop dat ook binnenkort, als het mogelijk is met alle corona gedoe, zeg maar, dat uw kind nog even kan komen kijken in januari. In ieder geval wensen we u heel veel sterkte met de keuze voor de middelbare school. En heeft u vragen, bel ons gerust, mail ons. En daar staan we altijd voor open. En ik hoop dat u zo met uw kind samen een hele gedegen goede keuze kunnen maken voor hun toekomst. Dank u wel.